Goedemorgen beste mensen, ik ben Jurjen en ik ben wakker geworden hier in, ja, in Noorwegen op dit fantastische plek hier aan het water. Goh. Ja, dit was lekker zeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk al middag, het is denk ik net 12 uur. Ik heb vanochtend even een video in elkaar geëdit, want het is zaterdag vandaag en die moet natuurlijk morgen online. Ah, zo. En ik dacht eigenlijk dat het nu wel een soort van tijd is om even een duikje te nemen hier in het water. Ja, ja. Deze moeten we heel snel doen, want ik heb het al door. Dit is koud helemaal. Man, 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 dat was echt een partij fris, joh. Maar ja, dit was even genieten hoor, dat was lekker. Twee boys kwamen er even kijken. Die gingen vissen. I hope you get some great fish. Yeah, thanks. And if you get some, I want to see it, yeah? Yeah. Yeah, I'll wait here for another hour, yeah? Trouwens, nu ik bedenk, die mannen zijn 12 of zo, 13, 14. En die spreken Engels, jongen, goed. Niet normaal. Dus dat doen ze hier wel goed. Dit is wel genieten hoor, hey. Woe! Let's go! Oké, ja, ik heb het wel weer gezien hier, dus we gaan er gewoon weer vandoor. We gaan naar de volgende plek. Ja, dat was een lekker plekje hoor. Ja joh, dit is het. Dit is het rugzakje achter de auto, ideaal man. Dit hoort ook bij Noorwegen natuurlijk, hè? Regen en daar een strak blauwe lucht verderop. Nog 400 kilometer tot een bepaald punt, ergens boven Trondheim. En dan, dan gaan we niet halen, joh. Het is nu 4:30. We gaan boodschappen doen. Even kijken wat we gaan eten, dat zien we straks alweer. En ja, we gaan nog steeds lekker, joh. We rijden nog steeds richting het noorden. En het is hartstikke lekker weer, joh. Ik ga mijn airco'tje aanzetten, dus even chillen. Ik zie jullie straks alweer. Oh jee. Hij is op zich wel redelijk goedkoop hier hoor. 1,40 ongeveer. En het gemiddelde is wel 1,50. Je ziet ze ook op 1,30. Maar ja, dit is prima joh. Je ziet de kronen die vliegen de portemonnee uit joh. Keihard. Prrrt. Zo. €67 kunnen we 500 kilometer mee verder. Misschien 600, ligt er een beetje aan. Ah, daar ligt hij.
Alleen, dit is een H7 en ik heb alleen mijn H4 bij. Ik was even in de war met mijn andere auto. Nou ja, we komen nog wel een keer een bouwmarkt tegen of zo. Dus, ik heb geen idee waar ik heen rijd, joh. Yo, dit gaat maar door, hè. Dit wordt mijn plekje ergens, hoor. 100%. Gaan jullie mee of hoe is het nou? Ja, tuurlijk gaan jullie mee. Hè? Uitgang verboden. Ja, ik kom alleen even keren, ja. Laat ik eerst even de auto afslaan. Maar ja, jullie hebben het al helemaal door, joh. Amers gaat hier het ding neerzetten. En ze gaat hem even keihard chillen. Het is inmiddels 7:30. 7:30 gewoon. Joejoe. Ik zie jullie niet zo goed, hoor. Maar die bomen, die geven gewoon licht. Ja, dit wordt hem. Dit plekje daar zo. Ja, nou eens even kijken hoe we dit het mooiste gaan doen. Ja, dat ging soepel niet. Volgens mij sta ik iets scheef naar links. Maar het is moeilijk te zien. Maar ja, rechts sta je natuurlijk helemaal nooit. Ik moet hem helemaal gaan stellen, maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Ik heb nu mooi daar op het heuveltje gezet. Ja, dit is genieten. Ja, het is hier wel wat frisser dan waar ik gisteren was. We staan volgens mij ook best wel hoog. Ik heb geen idee hoe hoog ik ben of waar ik ben weer. Ja, en het bos natuurlijk. Maar ja, ik kan wel gaan miepen dat het koud is. Ik kan natuurlijk ook gewoon even een kampvuurtje maken. Dus, Zaterdagavond, helemaal gek jongens. Marshmallows. Oh, mijn grote maat, Liam. Die heeft mij op ideeën gebracht, joh. We gaan eens even lekker een marshmallowtje doen. Oh, dit is zo lekker, hè, zo'n kampvuurtje. Van de lucht alleen al, de warmte. Och, man. Jongens, meisjes, dames en heren, beste mensen. Ik ga hem weer keihard chillen. Mocht er wat zijn, dan zien jullie het meteen. Ik denk dat ik hier gewoon heel de avond ga zitten, lekker bij het kampvuurtje, lekker chill. Lekker vroeg naar bed gaan, want gisteren zat ik veel te lang te genieten en te chillen. Toen was het 2 uur en toen was het nog steeds licht aan de horizon.
Het is tijd om te stoppen, dus yo! Zo, ik ga de video afsluiten hier. Ik ga hem echt keihard chillen aan het kampvuur. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, ik weet het, het is veel rijden. We willen eigenlijk best wel richting het noorden. Misschien had ik dat al een paar keer gezegd. Ik heb geen idee meer. Ik heb zoveel tegen jullie gepraat vandaag. Maar ik zou zeggen, alle blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. En dat is helemaal gratis. En dan check ik jullie de volgende.